Een volledige Limburgse line-up vandaag. Jelle Vossen en Zulte Waregem springen uit het niets mee in de dans om dat play-off 1-ticket. Dante van Zijer, de topschutter van eerste klasse B, doet het voortreffelijk met Union. En in mijn zetel zit een onwaarschijnlijk strijdvaardige truienaar die Waasland-Beveren moet verzekeren van het behoud. Welkom bij 11 Corner. Hallo Nicky Haaien, welkom en bedankt om naar onze studio in Brussel te komen. Maar het is een beetje Limburg boven toch, hè? Een volledig Limburgse uitzending van 11 Corner. Hoe groot is jouw hart voor Limburg nog steeds? Ja, ik denk heel groot. Hè. Ik denk geboren en getogen in Sint-Truiden, ik woon daar nog altijd. Dus dat zal ook niet meer snel veranderen. Dus jij maakt elke dag de trek van het verre Limburg, de vooruitstreek, naar het Waasland? Nee, niet iedere dag. Dus ik denk 3-4... nachten per week blijf ik toch hier om ons optimaal te kunnen voorbereiden op de trainingssessies en de wedstrijden. Dus op dat vlak heb ik ook een gezin die heel voetbal-minded is en kan ik dat traject eigenlijk af en toe overslaan. Oké. Alle geluk, want in de file staan vindt niemand leuk natuurlijk. Nee, absoluut niet. En zijn er veel dit jaar. Ja, oké. Straks gaan we dieper in op het Waassen-verhaal. Maar we moeten natuurlijk ook nog babbelen over de andere teams. En twee van die teams in 1A die hebben vandaag Europese verplichtingen. Op het moment dat we dit opnemen, staat Antwerp eigenlijk al bijna aan de warming-up. Dus daar kunnen we niet te veel over vertellen. Maar we kunnen wel natuurlijk babbelen over Club Brugge. En dan moeten we het ook hebben over dat coronanieuws. Hè, want ze hebben een grote uitbraak bij Club op een nogal moeilijk moment. En ze hebben een 1-1 uit de heenmatch wel kunnen meepakken naar de terugwedstrijd op Jan Breidel tegen Dynamo Kiev. Dat is een goede uitgangspositie. Dus jij verwacht toch wel weinig moeite, of... Oh, weinig moeite weet je natuurlijk nooit, maar dat uitdoelpunt is heel belangrijk geweest. En ik denk dat ze een heel goede uitgangspositie hebben behaald daar. Ze hebben heel veel controle over die wedstrijd gehouden. En thuis kan Brugge natuurlijk altijd iets meer. Dat is al dit jaar vaak genoeg bewezen. En in de vorm waarin ze nu zitten, zie ik wel dat ze de overwinning gaan binnenhalen. Ja, het zal zonder Lang, zonder Van Aken, zonder Rits, zonder Charles de Ketelaar zijn. Maar oef, denkt Philippe Clément wel met zijn nummer 1 tussen de palen, Simon Mignolet. Die testte eerst corona-positief, maar dat blijkt een valse positieve geweest te zijn. En dat is wel een serieus verschil, dat je een beroep kan doen op een truienaar tussen de palen. Ja, absoluut. Ik ken Simon al jaren natuurlijk. En Simon is uitgegroeid tot ook voor mij nog een idool. Iemand die heel veel bewezen heeft voor het Belgisch voetbal. En als sluitstuk achter een heel solide verdediging is dat natuurlijk heel belangrijk. Dus ik denk, ondanks dat die spelers er niet bij gaan zijn, denk wel dat club hun kern breed genoeg en sterk genoeg is om dit tot een goed einde te brengen. Een corona-uitbraak die komt nooit gelegen. Maar het is wel het slechtst mogelijke moment voor het ambitieuze Club Brugge. Ja, absoluut. Omdat ze zeker nog in die Europese weken zitten, kan je natuurlijk iedereen gebruiken. En het is zonde dat dit op dit moment natuurlijk gebeurt. Ja, eind oktober hebben jullie hier ook mee te maken gehad. 13 spelers en nog een paar leden van de staf die besmet waren met COVID-19. Hoe moeilijk was die periode toen? Ja, ik denk een van de moeilijkste periodes die ik tot nu toe meegemaakt heb. In die zin van je traint in zo kleine groepjes met spelers van, of 7 spelers zelfs op een gegeven moment. Het is heel moeilijk. Spelers die terugkeren zijn allesbehalve fit, hebben heel veel moeite met het trainingsregime. En dat zag je ook in de wedstrijd daarna. Het was heel moeilijk terug in dat ritme komen. En dat heeft ons toch wel apart gespeeld op een bepaald moment. Ja, Philippe Clément die moet de wedstrijd van thuis volgen. Zal voor hem een beetje vreemd zijn. Stel dat jij nu in die situatie was beland op een moment dat het voor Waasland-Beveren zeer cruciale wedstrijden zijn. Hoe zou dat dan bij jou binnenkomen? Ja, ik heb er nog geen ervaring mee en ik hoop dat ook zo lang mogelijk uit te stellen natuurlijk. Maar ik denk niet dat het een ideale situatie is, omdat het is toch via iPad-communicatie hebben of via een oortje of telefoon. Dus het is niet de meest ideale situatie. Alleen zijn er wel technologische hulpmiddelen ondertussen waardoor je toch in contact kan staan met de bank en de nodige richtlijnen kan geven. Maar ideaal is het niet. Het is van oktober geleden dat jullie al die besmettingen hebben gehad. Maar hoe proberen jullie voorzichtig te zijn nu? Welke maatregelen zijn er nog steeds in voer? Ja, ik denk wij houden afstand. Dus wij hebben de ruimtes ingedeeld in 4 gedeeltes. Dat we maar met 6-7 spelers maximum in een bepaalde ruimte zitten met genoeg afstand. Het ontbijt hebben we sowieso afgeschaft. Het eten wordt meegenomen. Takeaway. Food. En op die manier proberen wij altijd de regels te respecteren en de spelers volgen daarin. En we hopen dat ook zo lang mogelijk te kunnen volhouden tot het leven zich terug een beetje normaliseert. Ja. Het
wordt voor Club Brugge alleszins een spannende bedoeling. De strijd voor een play-off 1-ticket is dan weer helemaal niet spannend voor de regerende landskampioen, maar wel voor een aantal andere teams, waaronder Zulte Waregem. Hey Jelle Vossen. Hallo, goedemiddag. Het kan verkeren, hè. 3 maanden geleden ongeveer stonden jullie nog op een 17e plek in het klassement. En nu heeft Zulte Waregem 40 punten en staan jullie gedeeld 6e. Zijn de nachten ondertussen al wat beter? Kan je al beter slapen? Ja, ik moet zeggen dat er toch wel heel veel stress is weggevallen. Want als je daar van onder staat, ja, dan komt dat degradatiespook toch een beetje in je achterhoofd. En ik ben heel blij dat we daar uit die onderste regio weg zijn, want daar is helemaal niks aangenaam aan. Ja, jullie leken echt wel even in acute degradatienood te zitten. Maar dan is er een fameuze ommekeer gekomen. Weet je ook hoe dat gekomen is en wanneer juist, die deklik? Ja, ik denk dat we vooral op Cerkel een heel belangrijke overwinning hebben geboekt. Dat we daar eigenlijk het begin van onze remonten hebben ingezet. En sindsdien hebben we gewoon heel goede resultaten bij elkaar gevoetbald. Zeker op verplaatsing hebben we heel veel punten gepakt ook. En ja, misschien een wedstrijd waar dat niet echt verwacht werd van ons. Dus nee, daar hebben we een heel mooie reeks neergezet. En ik denk dat we nu een beetje terug onder de mensen staan. Hè, op een plek waar Zulte Waregem in feite thuis wordt. Ja, en is er ook op voetbalgebied eigenlijk iets veranderd in vergelijking met die mindere periode? Ja, we spelen wel een ander systeem. En ik denk dat in dit systeem iedereen eigenlijk op een goede manier wordt uitgespeeld. Zeker met Gianni Bruno, die daar een heel vrije rol in krijgt. Enkele flanken, waarin Jean-Luc Dompé en Daniel Opare dat werk ook heel goed doen. Dus iedereen komt op dit moment heel goed tot zijn recht. Dus dat is een heel belangrijke zet geweest van de trainer. Het bewijst ook wel een beetje jullie mentale weerbaarheid als je zo kan terugkeren vanuit een uitzichtloze situatie. Maar ook in de match zelf merken we dat, dat jullie de kop niet laten hangen. En ik moet niet ver terug in het verleden. Afgelopen weekend tegen Standaard bikkelen jullie terug na twee keer op achterstand te komen tegen de Roesjes. Is dat iets waar doorheen aan het seizoen is aan gewerkt of zat dat er al van in het begin in? Gewoon echt aan gewerkt. Ik weet niet of je daar echt kunt aan werken. Maar het is wel enorm verbeterd ten opzichte van het begin van het seizoen. Als we toen achterkwamen, hadden we eigenlijk allemaal een beetje het gevoel van dat gaat hier vandaag nooit meer lukken. En, ik denk 2 weken geleden komen we op Charleroi in de eerste minuut achter. Slepen daar nog een punt uit de brand. Nu komen we 2 keer achter tegen Standaard, winnen we die wedstrijd. Dus dat geeft toch wel aan dat we daar wel stappen hebben gezet. Heeft ook met vertrouwen te maken en dat hangt allemaal een beetje samen. Als je goede resultaten haalt, dan blijf je er tot de laatste minuut in geloven. En dat hebben we nu de laatste wedstrijden wel heel goed bewezen, denk ik. Als we een blik werpen op de stand, dan zien we dat jullie 6e staan met weliswaar 4 andere teams. Maar slechts op 3 schamele punten van plek 3 in dat klassement. Waarvan droom je eigenlijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Je kunt dat heel moeilijk voorspellen als je de stand ziet. We kunnen nog 12e, 13e eindigen. We kunnen bij zo'n spreken nog 3e eindigen. Het zal zaak worden om gewoon match per match te bekijken. We hebben nu de derby op Kortrijk, die altijd heel geladen is. Dan moeten we naar Brugge, moeten we naar Anderlecht. Dus we hebben nog wel een paar pittige wedstrijden voor de boeg. Dus laten we gewoon rustig blijven. In de eerste plaats heel blij dat we daar van onderweg zijn. En alles wat er nu bij komt is bonus. Maar we gaan gewoon proberen om zo hoog mogelijk te eindigen, wat logisch is. Maar het staat er allemaal op een zakdoek. En je zei het net zelf, het kan best dat jullie nog uit die top 10 zelfs tuimelen. We hopen natuurlijk voor jou persoonlijk niet. Want ik denk dat jij wel ambitie genoeg hebt om een nacompetitie te spelen. Maar wat als het scenario dat je wil vermijden toch gebeurt, dan hebben jullie gewoon ineens een heel vroege vakantie. Ja, dus het gaat heel belangrijk zijn in welke positie we eindigen. Maar uiteraard, we zijn allemaal professionals. We willen niks liever dan constant wedstrijden spelen. En voor het seizoen is de ambitie van Zulte Waregem om in die play-offs te zitten. Dus nu staan we daarin en we willen die plaats gewoon vasthouden. En als het eventueel mogelijk is, nog een paar plaatsen stijgen. Maar ik zeg het. We zitten in een goede flow, we hebben vertrouwen, maar we moeten nu ook niet gaan zweven. Want een paar maanden geleden zag het er voor ons heel slecht uit. Dus het is heel goed dat we nu daar staan. En voor de rest zullen we wel zien wat er komt. Als we nog play-offs kunnen spelen, heel graag. Als het niet zo is, dan denk ik dat we ook heel goed zijn teruggekomen. En op zich nog een heel rustig seizoen hebben gehad. Dus het is allemaal afwachten. We zullen wel zien wat het gaat worden. Oké, je persoonlijke stats dan dit seizoen. 5 doelpunten, 1 assist. Wat vind je zelf van je cijfers?
Ja, te weinig. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Daar had ik meer van verwacht of meer van gehoopt. Maar ook heel langs de andere kant, ja, we hadden goede resultaten. En ik speel nu ook samen met Gianni Bruno, die super gemakkelijk de weg naar de goal vindt. Hoe leuk is dat, voetballen met Gianni Bruno, die in de vorm van zijn leven verkeert? Ja, heel leuk. Maar Gianni is ook een heel slimme speler. Je merkt dat direct aan looplijnen van de speler of die het spelletje snapt, gelijk ze zeggen. Dus, en hij loopt gewoon heel slim. Hij loopt heel goed weg bij verdedigers. En ik denk dat we op een bepaalde manier toch heel veel gebruik maken van elkaars loopacties. En hij kan er enorm veel van profiteren. Dus ik ben daar heel blij om. Hij heeft mij gevraagd wat mijn persoonlijk record is in een seizoen. Dat is 20 stuks en hij gaat er alles aan doen om dat te verbreken. Dus ik ga proberen hem daarbij te helpen. Oké, mooi. Hij mag wel zwerven natuurlijk van Franky Dury. Zou jij dat liever ook niet willen? Want nu word je als enige centrale spits uitgespeeld. Ja, mijn lievelingspositie en ik denk ook mijn beste positie is vlak achter in een diepe spits. Maar dan moet de ploeg wel in staat zijn om dominant te spelen. En als je de situatie een paar maanden geleden zag, dan moesten we het meer hebben van counters, van snelle uitbraken. En dat echt dominant voetbal wat ik misschien wel gewoon ben geweest bij Genk en bij Club Brugge. Ja, dat hebben we nog niet echt gespeeld. Dus ik ben heel blij dat ik ook diep in de spits dus mijn steentje kan bijdragen. En dan maakt het mij in principe niet heel veel uit waar ik precies sta. Oké. Na de match van dit weekend tegen Kortrijk is er een duel met je ex-club, met Club Brugge. Zal dat opnieuw zonder jou zijn? Ja, spijtig genoeg wel. Die afspraak was gemaakt tot en met het einde van dit seizoen. Dus ik zal dit seizoen nog niet tegen Club Brugge mogen spelen. Maar daar horen ook de play-offs bij, Jelle. Daar horen ook de play-offs bij. En dat betekent dat je misschien 1/3 van die play-offs moet skippen dan. Moesten wij in play-off 1 geraken, dan zullen het voor mij maar 4 wedstrijden zijn. Hè. Maar vanaf volgend seizoen kan je wel revanche nemen, sportieve revanche dan, tegen je ex-club. Vanaf volgend seizoen mag ik tegen club spelen. Dat gaat niet over sportieve revanche of zo. Dus, maar vanaf volgend seizoen is die clausule weg en mag ik iedereen spelen. Dus daar ben ik toch wel blij om. Ja, oké. Okay. Maar eerst is er die streekderby tegen KV Kortrijk. Leeft die ook een beetje in de kleedkamer? Want niet al te veel West-Vlamingen hè, bij Zultewaregem. Nee, maar iedereen is wel echt op de hoogte hoe belangrijk die wedstrijd is. En ook gezien de laatste resultaten tegen Kortrijk, die zijn niet al te denderend, om het zacht uit te drukken. Dus we willen zo snel mogelijk die reeks stopzetten. En ja, dus het is voor ons een goed moment, denk ik, om naar Kortrijk te gaan. Maar zij zullen ook het nodige vertrouwen hebben na een mooie overwinning op Anderlecht. Dus we gaan er alles aan doen om daar de 3 punten te pakken. En zo de hele club en de supporters heel veel plezier te doen. Jullie zijn beter op verplaatsing, maar de staat van het veld in het Gulden Sporenstadion is vergelijkbaar met dat van het Regenboogstadion. Jammer genoeg, denk ik dan. Ja, dat is spijtig. Maar langs de andere kant zijn we misschien wel gewoon om op zo'n plein te spelen. Dus het mag zeker en vast geen excuus zijn. Dus het zal sowieso een strijd worden met twee ploegen die heel veel mentaliteit gaan tonen, wat normaal is in een derby. Dus we zullen allemaal op ons scherps moeten zijn. Oké. Okay. Ik wil je bedanken voor je tijd, Jelle. Veel succes dit weekend. En ik hoop dat er geen vroege vakantie voor jou aankomt. Ik hoop met u mee. Dank je. Dag. Succes. Ja, Nicky, we moeten het natuurlijk over jouw club hebben, over Waasland-Beveren. De match zaterdag tegen Cercle is van levensbelang. Overdrijf ik dan of is dat gewoon de waarheid? Ik denk dat de waarheid is. We hebben lang genoeg dingen uitgesteld, maar nu is het money time. Ik denk dat het een enorme belangrijke veldslag is. Ik denk nog niet dat het einde van de oorlog is, maar toch absoluut verliezen. Of verliezen is daar absoluut geen optie. En wij willen absoluut die 3 punten meepakken, zodat we toch de druk kunnen verleggen van het Waasland naar het West-Vlaamse gedeelte. Dus je gaat niet beginnen pokeren en eventueel mikken op een gelijkspel? Nee, dat helpt ook niet. Want één punt voor of één punt achter maakt natuurlijk een verschil. Maar het doel op zich blijft hetzelfde. En dat is op het einde van de rit proberen 17e, liefst 16e te worden. Dat we zeker niet rechtstreeks degraderen. Maar
ja, dan moeten we wel punten gaan halen. En Cercle zit in dezelfde situatie als ons. 1 punt voorsprong is geen overbodige luxe. Dus nee, pokeren gaat zeker niet zijn. Okay, we halen de stand er eens bij, waar jullie de rode lantaarn nog steeds hebben. Cercle Brugge en Mouscron boven jullie staan met 1 puntje verschil. Dus het is allemaal nog speelbaar. Maar het worden wel moeilijke wedstrijden. In februari, Nicky, hebben jullie 4 op 9 gepakt. Dat is eigenlijk niet slecht. Mm-hmm. Maar je hebt dan wel de pech dat die rechtstreekse concurrent, Cercle Brugge, ja, eigenlijk gelijke tred houdt. Ja, absoluut. En ook was het een onderlinge wedstrijd, hè, tegen Mouscron. Dus, en nu spelen wij de onderlinge wedstrijd. Dus in principe moeten wij hetzelfde doen als zij daar gedaan hebben. En dat is proberen daar 3 punten mee te nemen. Makkelijk zal het zeker niet zijn, maar dat gevoel zullen zij ook hebben. Dus ja, we gaan er alles aan doen en optimaal voorbereiden om daar toch 3 punten te kunnen meenemen. Ze lijken met de nieuwe trainer, met Yves Van der Hagen, wel over verse moed te beschikken. Baart je dat een beetje zorgen? Nee, maar wat je wel vaststelt is dat Cercle Brugge een heel ander voetbal speelt dan onder Clement. Onder Clement was het heel, heel opbouwend en tussen de linie spelen en verzorgd voetbal met op het begin van het seizoen heel mooie resultaten. En daarna is Yves dan overgekomen en Yves is heel duidelijk in zijn speelstijl op dit moment. En dat is resultaatvoetbal brengen. En dat is heel direct voetbal, veel verticaliteit en tracht op die manier die wedstrijden te winnen. Koppel daar nog een gezonde dosis vechtlust aan en dan heb je een goede mix. En dat is hetgeen op wat zij op dit moment gevonden hebben. Is er bij jullie ook een shift in voetbalfilosofie gebeurd? Nee, wij hebben altijd hetzelfde proberen vast te houden. Alleen, op een bepaald moment, we gingen dan naar 5 verdedigers, hadden we een heel goede stabiliteit, heel goede organisatie, creëerden we minder kansen, maar waren wel heel efficiënt, waardoor we veel punten in die maand november, december hebben kunnen halen. Daarna hebben we een dip gekregen en hebben je moet punten gaan halen. En dan ga je toch aanvallender voor de dag moeten komen. En dat is hetgeen wat we de laatste weken gedaan hebben. Wij als neutrale toeschouwer, die denken misschien mag Maasland-Bever ook wat mikken op falen van Mouscron. Ja, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. Je kan wel zeggen van we hopen dat die ploeg punten laat liggen of punten. Uiteindelijk ga je zelf punten moeten halen. En dat is hetgeen wat we de laatste 2 wedstrijden gedaan hebben. 4-6 tegen Charleroi en Eupen is niet slecht, maar inderdaad, Cercle doet hetzelfde. Dus laat ons gewoon naar onszelf kijken en zaterdag proberen 3 punten mee te brengen. Vorig weekend die match tegen Charleroi in het slot 2 gouden punten weggegeven. Het is niet de eerste opdoffer voor je spelersgroep. Is dat oplapwerk nog altijd bezig nu? Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen, wat ik heel positief vind dit jaar, is dat ondanks alle opdoffers die wij al gekregen hebben, is de groep altijd mentaal sterk genoeg geweest om zich daar opnieuw boven te zetten. En dat merk ik deze week ook op de training. Er is heel veel scherpte, er is heel veel animo, positieve nervositeit. Maar dat vind ik wel een positief item. En dat moeten we gewoon meepakken naar Cercle. En druk is er sowieso. En daar moeten we ook niet meer druk gaan opleggen. We moeten proberen zo ontspannen mogelijk aan die aftrap te komen. Want dan kunnen we wel ons spel brengen. Dus jij hebt niet een mental coach op sneltoets in je gsm staan? Nee, maar wij maken daar wel gebruik van. Dus spelers weten als ze gebruik willen maken van een mental coach dat die optie er is. Maar op dit moment zien we dat de sfeer nog goed zit. En uiteindelijk is dat het belangrijkste om zaterdag ook weer naar tot een goede einde te komen in Cercle. Kan je dat eigenlijk af en toe loslaten, het voetbal? Hè? Want ja... Anders ben je continu bezorgd. Ja, nee. Ik ben iemand die... Ja, ik ben niet heel uitgelaten als we winnen. Maar ik ben ook niet heel down of ik zit niet echt in de put als we verliezen. Je probeert altijd naar de goede dingen te zoeken en die vol te houden. En aan de negatieve dingen moet je proberen te werken. Net zoals het geen item mag worden dat wij in de laatste minuut opnieuw het doelpunt geslikt hebben. Want eens dat in de hoofden gaat beginnen te kruipen, gaat er misschien twijfel gecreëerd worden, angst in de hoofden kruipen. En dat is het laatste wat wij moeten hebben op dit moment. Waasland-Bever heeft de voorbije jaren een beetje de reputatie gehad weinig geduld te tonen met hun T1. Heb je ooit op de Vreetiel terechtgekomen met schrik dat de ontslagpapieren al klaar lagen? Nee, maar dat weet je wel als je als coach binnenkomt bij een club, dat er op een bepaald moment ook een einde aan gaat komen. En uiteraard weet je als je slechte resultaten haalt, dat die mogelijkheid erin zit. We zijn heel open geweest dit jaar, heel open in de communicatie, heel transparant geweest. En er is heel veel vertrouwen ook naar mij toe uitgesproken. En ik besef heel goed en ik ben daar ook heel nederig in en dankbaar dat ik die kans heb kunnen blijven krijgen. En zoals ik elke dag al gezegd heb, ik zal dag en nacht blijven werken om deze club op het hoogste niveau te houden. Het is sowieso een vreemd seizoen voor Waasland-Beveren. Jullie moesten eigenlijk starten in 1B, dan in 1A. En er is ook heel wat
ja, geschuifel achter de coulissen. Zo is in januari de Zwitserse TD gekomen, Roger Stills. Was dat niet een beetje spannend voor jou? Want die had kunnen beslissen, ik gooi het roer helemaal om. Ja, dat inderdaad gekund. Maar wij hebben onmiddellijk van op de eerste dag een heel open en een goed gesprek gehad. Waarin hij ook een duidelijke visie had op lange termijn. Dus zowel op korte, middellange als lange termijn. En dat was eigenlijk een visie die mij wel enorm aanstond. En dan hoop je natuurlijk de kans te krijgen als coach om daarin mee te stappen. Maar je weet uiteindelijk dat je resultaten nodig hebt. En die spraken op dat moment ook niet in ons voordeel. Maar ik vind het wel goed dat je aanhaalt. Als je ziet welke problemen wij dit seizoen al gehad hebben. Nee, dan is het geen normaal seizoen voor ons. En ja, dan zie je in welke moeilijke omstandigheden wij hebben moeten werken. 7 spelers gekregen in oktober, die fysisch niet in orde waren, waar we tijd hebben moeten insteken. Dan hebben we een goede periode gehad, hè, met de COVID-periode dan ook nog gehad. Technisch directeur vertrekt die een andere filosofie had. Nieuwe sportief directeur komt met een nieuwe filosofie. Dus er zijn heel veel dingen gebeurd dit jaar. En ja, wij blijven gewoon keihard werken om toch... Die nieuwe technisch directeur, die zit wel mee op de bank. Dat is in België een beetje ongebruikelijk. Heeft hij ook een beetje inspraak in het sportieve? Op basis van de opstellingen en de wissels niet natuurlijk. Wij staan heel open in communicatie. Dus elke dag spreken wij elkaar over de ploeg, over de dagelijkse dingen binnen het sportieve. Dus daar is heel open en heel transparante communicatie. Maar die departementen zijn zo afgescheiden dat ieder weet welk zijn domein is en welk niet. Ja. Bij STVV heb je in je laatste jaar als speler voor je een transfer maakte naar Nederland ook geknokt tegen de degradatie, met iets minder succes. Maar het is wel een ervaring die je kan meenemen in de huidige situatie. Ja, absoluut. En dat laatste jaar is niet het enige jaar dat ik tegen degradatie gespeeld heb. In de beginjaren ook. En dat maakt het wel op die manier iets draaglijker en kan je iets meer naar de spelers overbrengen om in iets meer in een rustigere situatie te werken. We weten dat er druk is, we weten dat het een moeilijke situatie is, maar hoe meer druk je op spelers gaat leggen en hoe belangrijker je de wedstrijden maakt, hoe meer angst je gaat in die ploeg doen krijgen. En dat is hetgeen wat wij eruit moeten houden. En ik vind dat op dit moment aardig lukt, maar wij weten dat we punten moeten halen. Zou de speler Nicky Haaien een goede klik voelen met de coach Nicky Haaien? Dat denk ik wel, want ik probeer die lijn door te trekken als coach. Ik ben iemand die heel veel vragend is van zichzelf, veel eisend. En dat vraag ik ook van de spelers. En als speler was ik zelf iemand. Ik had niet de grootste kwaliteit, maar ik moest vooral van mijn mentaliteit hebben. En op dat vlak was ik altijd iemand die als eerste probeerde toch alles te doen voor profvoetballer te zijn. En dat is net hetzelfde als coach. Ik heb nog heel veel stappen te zetten als coach. Ik kan nog heel veel dingen oppikken. Daarom vind ik het ook goed. We staan in open relatie met de technisch directeur, maar ook met andere mensen. Dus ik kan heel veel bijleren. Dus, op dat blijft vlak, de beste job ter wereld. Blijft de beste job ter wereld. Het is een hele leuke job, ook al zijn er heel veel randzaken die meespelen. Er zijn meer... Ik ga niet zeggen negatievere dingen die meespelen dan positieve dingen. Maar ja, het is de vreugde van de spelers die je terugkrijgt op bepaalde momenten. Het is de intensiteit van de trainingen, bepaalde overwinningen. Thuis tegen Genk maken we 1-1 in de allerlaatste minuut op Moes Kroen. Het zijn voor die dingen, die ontlading, dat je het eigenlijk wel blijft doen. Oké. Okay. Van de start van 1A naar de kop van het klassement van 1B. De sensatie van onze tweede klasse, dat is toch de topschutter Dante van Zijre van Union. En heeft een beetje tijd kunnen vrijmaken voor ons. Hallo Dante. Hallo allemaal. Ja, ik ga het zeggen zoals het is, hè. Proficiat met de titel in 1B. Ja, dat wil ik nog niet accepteren. Ik denk dat het nog net iets te vroeg is daarvoor, maar ik hoop dat je dit over enkele weken wel nog eens opnieuw mocht zeggen. Ja, als je 18 punten voor staat, hier zien we ook de rangschikking in eerste klasse B. Met nog 8 duels te gaan, Dante, dan kan er toch niks fout lopen? Ja, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Maar uiteindelijk is het voor ons een beetje... we willen elke match winnen en we willen gewoon de beste zijn op alle gebieden. Zowel aanvallend, defensief en... Ja, zoals ik al zei, alle matchen winnen. En dan zien we wel hoe snel het kan gaan voor alleen maar kampioen zijn. Afgelopen weekend hebben jullie gewonnen van Serrain. Dat is wel een symbolische zege, want jullie zetten hen nog op een verdere afstand. Het was voor ons een heel belangrijke match. Die 3 punten hebben ons net iets meer
ademruimte gegeven, zal ik maar zeggen. En ja, nu is het gewoon een kwestie van tijd om het te kunnen afmaken. En ja, ik denk omdat de ploeg heel scherp staat om kampioen te kunnen spelen. Dat is wel de ambitie van dit seizoen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er bij Serijn nog één iemand gelooft in een ommekeer en in een titel voor Serijn. Nicky, ik wil eens weten, nu dat jullie onderin kamperen in 1A, is de aandacht dan voor 1B vergroot? Want als je voorlaatste eindigt, dan zit er een barragematch aan te komen. Hè? Nee, op dit moment mag je die focus ook niet verleggen. Ik denk, we hebben nog 6 wedstrijden voor de boeg, waarin alles kan gebeuren met 1 punt verschil tussen ons, de voorlaatste en de 16e. Dus op dit moment moeten wij gewoon fixeren alles wat we kunnen halen met Cercle en Muscroen en de komende wedstrijden natuurlijk. Okay. Ja, Dante, wat wel helemaal zeker is toch, denk ik, is de topschutterstitel. Je voert alleszins de topschutterslijst aan, hè, met 20 goals op 23 matchen. 7 assists ook. We hebben er een greep uit genomen uit al die doelpunten. En we beginnen natuurlijk met dat snelheidsrecord tegen Deinze, was het zeker, na 6 seconden. Het zijn allemaal mooie goals, allemaal op verschillende manieren. En ik heb het gevoel dat je er ook wel trots op mag zijn. Ja, natuurlijk. Dat is ook een persoonlijke ambitie die ik heb als aanvaller. En ja, ik ben blij dat ik uiteindelijk Mikko Tadzi nu heb kunnen inhalen. Dat was voor mij al een heel doel op zich. Maar ja, zoals ik al zei, ik wil gewoon elke match scoren. En ik denk dat het nog niet gedaan is. Dus ja, ik ga er alles aan doen om er nog een paar extra kunnen mee te pakken. Ja. Nicky, een type Dante van Zijer in de spits zou Waasland-Beveren wel kunnen gebruiken. Ja, absoluut. Maar ik denk, ik ben ook fan van Dante. Ik volg Dante al veel langer en het is iemand met veel snelheid en diepgang. En dat is iets wat ik heel graag in mijn spel wel zie. Ik denk, Dante weet ook, we hebben met elkaar gesproken op het begin van het seizoen, om die interesse ook te laten blijken. We hebben een heel aangenaam gesprek gehad. Uiteindelijk heeft hij voor het project van Union gekozen, waar ik ook heel veel respect voor heb. Maar hetgeen wat hij toont, is fantastisch op dit moment. Dante, 2 weken terug zat op de plek waar Nicky Haaien nu zit, Gert Vrijen. En die heeft ook mooie woorden eigenlijk over jou verteld. Luister maar eens mee. De rol die hij nu heeft is voor hem op zijn lijf geschreven eigenlijk. En het is ook in die zin ook wel een beetje een gevoelige jongen die zich heel goed moet voelen ergens om echt te kunnen presteren. Hij is iemand die dat nog wel eens durft nadenken over de zaken. En als het dan wat minder loopt, dan steekt hij dan al rap in zijn kop. Maar als hij zich goed voelt, dan krijg je dit soort dingen. Hè. Ja. En vooral de diepgang, de snelheid die hij heeft. Mag ook niet vergeten, hij heeft al veel tegenslag gehad. Hij heeft al 2 kruisbandoperaties gehad, ondanks zijn jonge leeftijd. Dus dat zijn momenten waarop dat je als jonge speler telkens een seizoen achteruit wordt gesteld. Dus eigenlijk heeft hij ook al 2 seizoenen verloren daardoor. Maar ik denk zelf zeker dat hij in een bepaalde manier absolute kwaliteit heeft. Hij is je trainer geweest bij de nationale U19, maar hoe is jullie band specifiek? Ja, ik denk wel dat ik kan zeggen dat we toch een speciale band hebben met elkaar. Omdat hij, ook onder een match van hem, heb ik me toen mijn kruisbanden afgescheurd. En hij heeft me toen heel goed opgevangen en medeleven getoond dat ik niet dadelijk verwacht had van een trainer. Want uiteindelijk is dat toch ook iets apart. Dus ik heb enorm veel respect voor Gert. En ik denk dat hij het goed verwoord heeft. Dat ik me goed moet voelen ergens om te kunnen presteren natuurlijk. Maar anderzijds hoort dat bij het voetbal dat er soms tegenslagen zijn. En die moet je overwinnen. En ik denk dat ik wel mentaal ook al wat stappen heb gezet. Die voorbije jaren mede door blessures en tegenslagen. Dus. Ja, als je volgend jaar dan je rentree maakt in 1A, daar gaan we toch wel van uit. Gaan we dan een totaal andere Van Zijer zien dan bij KV Mechelen en Racing Genk? Ja, ik denk dat ik wel zeg dat ik meer ervaring heb en dat er misschien wel wat andere dingen naar boven komen. Want uiteindelijk kan je niet blijven teren op snelheid en kracht en goals. Moet het compleet zijn, er moet het een totaalpakketje zijn. En dat is hetgene waar ik aan moet werken. En ik denk met de ervaring die nu komt en met het seizoen dat ik nu speel, dat ik hopelijk iets sterker sta dan de voorbije jaren. En uiteindelijk laat ik het op mij afkomen en zien we wel hoe het gaat verlopen. Maar ik snik alvast naar 1A. Ik heb er zin in, dus we zien wel. Je snakt naar 1A, snak je ook naar ontmoetingen tegen Racing Genk, je ex-ploeg, waar je toch ook je jeugdopleiding hebt genoten?
Ja, natuurlijk. Ik denk, los van dat ik daar gezeten heb, is Genk gewoon een heel mooie club. En is het altijd weer een extra uitdaging om te bewijzen. Maar ja, anderzijds is het ook wel een beetje het bewijzen, of een tegendeel bewijzen, dat ik liefst ook in Genk had doorgebroken. Maar ik zit nu heel goed in Union en ik hoop gewoon dat we die lijn volgend jaar kunnen verder trekken met de ploeg. Dat ik weer gewoon een mooi en belangrijk seizoen kan spelen. Ja, eerst tegen een andere Limburgse ploeg, komend weekend tegen Lommel. Ik wil je bedanken voor je tijd en je nogmaals proficiat wensen met het kampioenschap in 1B. Dank je wel. Nicky, we moeten nog de hele speeldag erbij nemen. Dus we gaan eens kijken naar het programma. En ik heb er drie matchen eigenlijk uitgehaald die ik denk ook interessant zijn voor jou. En we starten met de wedstrijd zondagnamiddag, dus een dagje nadat jullie gespeeld hebben, tussen Beerschot en Moeskroen. Ga je die wedstrijd live volgen of bekijk je die dan in zijn geheel later? Nee, ik ga die live volgen, omdat Beerschot ook de volgende tegenstander is. Dus uiteraard bekijken we die wedstrijd heel integraal en met de volle focus. Dus, maar laat ons eerst maar opnieuw de focus richten op zaterdag. Ik hoop dan met drie punten zondag die wedstrijd te kunnen bekijken. Dat er iets, en dan kan je supporteren meer voor Beerschot? Supporter, ik blijf. We moeten het zelf gaan afdwingen. Maar uiteindelijk hoop je dan dat de ploegen die mee onderaan staan wel een steekje laten vallen. Ja, de absolute topaffiche is de Classico tussen Standard en Anderlecht. Ja, die hebben twee coaches, een Baye Leijen en Vincent Kompany. Ik wil gewoon eigenlijk weten welke aanpak van Leijen of Kompany ligt het de meeste in het verlengde van de aanpak, de visie van Nicky Haaien? Dat is een moeilijke, omdat het toch helemaal anders is. Ik denk, wat ik heel positief vind van de aanpak van Vincent, is, het is heel duidelijk. Het is een heel duidelijke visie en hij vraagt ook tijd, hij krijgt ook tijd. En je ziet heel veel herkenbare dingen erin terugkomen. Heel zuiver een opbouw van achteruit. Ze proberen veel kansen te creëren. Tegen ons, moet ik zeggen, waren ze heel dominant. Daarna een paar wedstrijden zijn ze wel teruggevallen. Maar als je dat kan combineren met een heel goede ervaren as of ervaring rond je, denk ik wel dat ze in hun opzet kunnen slagen. Anderzijds met Standard. En merk je ook iemand met een bias, iemand die heel vurig is, die ook heel passioneel is op dat vlak. En dat past perfect in de visie van de club. Ik denk dat twee ploegen zijn die op dit moment punten gaan nodig hebben. Ze hebben een iets mindere periode achter de rug. Dus het is toch een vurige stede daar in Luik, die met niks minder zullen tevreden zijn dan drie punten. Was in Brussel ook verwachten, dus ik verwacht wel een heel open wedstrijd. Ja, ze hebben de punten nodig, maar ook Gent heeft toch wel de punten nodig. Die spelen tegen Club Brugge. Ja, een wedstrijd die misschien wel aan een zijden draadje hangt met corona. Je weet nooit dat ze terugkeren van die wedstrijd in thuis donderdag tegen Dynamo Kiev. En nog meer cases verschijnen, maar moet Club die match niet sowieso spelen? Want ze hebben toch heel wat marge. Ja, maar goed, daar kijken ze niet naar en daar zou ik ook niet naar kijken. Hoe meer punten voorsprong je kan hebben op een bepaald moment, hoe beter. En ik denk ook niet, zowel Philippe als Club Brugge willen er alles aan doen om die marge te blijven uitbouwen. En wat ook heel logisch is, anderzijds is het voor Gent misschien nog een van de laatste kansen om toch nog een gooi te doen naar play-off 1 misschien. Maar dan moeten ze ook het maximaal van de punten gaan halen. Dus ook daar zal een heel open wedstrijd worden. Oké. Ik wil je ongelooflijk bedanken om langs te komen in onze studio, Nicky. En uit deontologische overwegingen mag ik niet echt supporter voor jou, maar toch wil ik je heel veel succes wensen in de komende weken. En wie weet zit het behoud er wel in. Ja, dank u wel. Ik bedank ook jullie om, zoals elke week, trouw te kijken naar 11 Corner. En volgende week zijn wij hier opnieuw.